Elke burger heeft recht op een stuk perceel. Dit geeft zekerheid en levert een bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling. Tegen deze achtergrond heeft president Chandrika Prasad Santokhi op donderdag 7 april een aantal grondbeschikkingen uitgereikt in het district Kommewijnen. De regering lost hiermee niet alleen een verkiezingsbelofte in, maar werkt de achterstanden in grondpapieren verder weg. Om het was voorbereiden, waar de grondinspecteur moest op het veld. Maar de meeste van ze zijn oude aanvragen. Mensen die jarenlang hebben aangevraagd, soms 20 jaar. Dus nu moesten we gaan zoeken naar deze stukken. De mensen oproepen, heeft bijvoorbeeld om een stuk bij Komankeri, om het helemaal te complimenteren. De grondinspecteurs hebben dat voorwerk gedaan, samen met de DC, ook DC-advies uitgebracht. Wij hebben dan intern dan de beschikkingen gemaakt. Dus zodoende zijn deze mensen, die eigenlijk al misschien al wonen op de plekken zoveel jaren, hun vandaag hun bereidsverklaring of hun toewijzingbeschikking in hun handen mogen krijgen. Daarna heb je weer een tweede groep. Dat is de groep van de online geregistreerden. Dit project hadden we gelaunched op 1 oktober 2021. Waarbij de regering ieder had opgeroepen die 21 jaar en ouder is om zich online te registreren. Zeg van bijvoorbeeld, ik wil graag een stukje perceel in Kommewijnen voor bebouwing. Je registreert. En wat we toen hebben gedaan is de eerste 500 zoveel mensen selecteren. We hebben gecheckt met GLIS als ze al eerder een perceel hebben. Want we zeggen, we gaan eerst aan degene geven die nog niks hebben. En daarna hebben we alles voor ze voorbereid. Misschien weten sommigen niet eens dat ze momenteel aanmerking zijn gekomen voor een stukje perceel. Omdat we hun nooit hebben gebeld. We hebben alle zaken intern voor ze geregeld. En ze krijgen gewoon een telefoon van het ministerie. Zeggen van oké, u mag uw bereidsverklaring ophalen. Want u had zich online geregistreerd. En zo is het eraan toe gegaan. Dus deze mensen die vandaag aanwezig zijn, het is voor hun een verrassing. Omdat alles maar bijna begie hoog batak, begie op batak van... Misschien gaat het niet werken, want het is sinds oktober, we hebben daarna nooit meer wat gehoord. En u heeft het vandaag gezien dat het werkelijk heeft gewerkt. Dus zo zijn de voorbereidingen eraan toe gegaan. De districten die nu nog moeten volgen, Paramaribo, Koroni, Sipaliwini, Brukkeponde, die vier districten moeten nog volgen. Dus wanneer we deze een ronde hebben gedaan in al deze 10 districten, dan beginnen we weer met waar we waren gestart. Dus het beleid ziet er naar uit dat we de achterstanden die daar zijn, die duizenden, gaan oplopen. De online geregistreerden gaan afwerken en de nieuwe aanvragen ook afwerken. Dus er is heel veel werk aan de winkel en we gaan ervoor. Zij die vandaag een bereidsverklaring in ontvangst hebben genomen. Om een bereidsverklaring is 6 maanden geldig. Dat wil zeggen dat je binnen die 6 maanden een landmeter moet nemen om kaarten voor je te vervaardigen. Je moet naar de centrale bank gaan om ontsluitingkosten te betalen. Je moet naar de centrale betaaldienst gaan om leesjes en zegelkosten te betalen. En die kosten zijn niet hoog, zijn nog niet in 7 SRD. Bij de bank ga je misschien 200 SRD betalen. En misschien bij de landmeter, afhankelijk van bij welke landmeter je zal gaan. Als je al deze zaken hebt, dan kom je met al je documenten, die originele documenten van je, terug naar het domeinkantoor. Dan ga je aanvaarden. Dan zijn we klaar. En dan gaat dan zo iemand dan wachten op een toewijzing. Dus dat wil zeggen, die mensen die vandaag een toewijzing hebben gekregen, hebben dan zo'n proces doorlopen. U krijgt dan een toewijzing. En met uw toewijzing, wat u vandaag krijgt, moet u naar Emmy Glis gaan. Dat is aan de Juggernaut Lasmanstraat. Schuins overkant van Natin. Voor zij die het niet weten. Dan ga je naar daar om in te schrijven. En ik zie en merk dat Emmy Glis heel snel werkt. Dus binnen 2 weken, 3 weken word je dan opgeroepen om je transport te gaan halen. Dan ben je klaar. Zo simpel is het. Maar vele mensen laten hun stukken vervallen. Ze komen weer naar daar. Dan hebben we weer een proces van onderzoek. Dus van hieruit wil ik ieder oproepen die vandaag een bereidsverklaring in handen hebben gekregen of een toewijzing om hun zaken snel in orde te maken. Oké. Okay. Mijn mensen, uw grondstaat vindt u er. Nog speculeer. Agrofjok is waarde. Ga bouwen. Ga daar wonen. Want komen wij nou terug een foto. En het wordt een prachtige stad. Dat veel problemen. Maar aandacht voelen we leggen ik bang. Zuidelijke richting. Broodje, Suriname, rivier noordelijke richting, Leonsberg, Nieuw Amsterdam, Veerboot en Atrasana.
minister met een planning baas, a presenteren naar de regeringsraad ba, dat van een hogere straat, ou trouw aan 6 baans weg. En 1 baan, ou de speciaal bestemd ja verkeer, zij moppen voor een broodje, zodat ik kan rijden snel, en dat is ook iets wat je ontbelasting. Komen wij nou, dat vergeet je. En vandaag zijn we hier, om jullie grondpapieren uit te reiken. Ik ga jullie allemaal feliciteren. Una last briefie. Outro Amoro Biggie District aan de havenfaciliteit. Grootste havenfaciliteit. Dan begrijp je waarom we de beroepsopleiding nodig hebben hier zo. Om onze jongeren te laten werken daar op de haven en alle specialistische afdelingen. Dus... Zou ik zeggen, ik ben heel blij en ik... Ja, als jongeren moeten wij beginnen aan denken aan onze plannen, hoe we onze plannen willen inrichten, weet u. En het eerste wat er moet zijn in een jongere gedachte moet zijn het dak op zijn hoofd. Dus ik ben heel blij. Dit is het start van iets nieuws. En ja, ik zou zeggen aan mijn mede-jeugdigen, het online gedeelte van de GBB, doe het, registreer. Dat is wat ik zou aanraden.